naar de Lovely Stay in Birdnest, een mooi hotel wat je achter mij ziet. We gaan nu boottocht maken over Dick Bunyonyi. Deze twee meneren, ja, pas op, pas op. Filming and reporting and meeting you. Op een motorboot. We gaan in één dag iets doen wat jullie in 3 dagen kunnen gaan doen. Ik heb gisteren met een gast gezeten. We hebben iets ontwikkeld wat kano in zich heeft, hiken, homestays, eilanden, party in een stad. We zitten nu op een motorboot. Normaal maak je deze hele tocht in een kajak de hele dag. Tot zo. Tot bij de hike. Onderdeel van, ik weet nog niet hoe we het gaan noemen, is een homestay bij Tom en Mama Bena. We zijn nu in op het eilandje op Lake Bunyonyi en we zoeken Tom. You know where Tom is? Ja, Tom is up there. Up there, oké, okay, great. Oké, okay, let's go up. Okay. Mr. Tom. Yes. How are you doing? How are you? We heard you were drunk yesterday. Yes. How was the party? It was okay. Yeah? Yes, how are you? Good. Welcome. Good. Thank you. Good yes. to meet you. I was informed yesterday night that you are coming. Yes. Yeah, sorry, we didn't let you. And you are welcome. Okay. Sorry? You are welcome. Okay, thank yes, you, thank yes, you, thank yes. you, Tom. Hi, Marika. Oh, Monica, how are my you? My bandages. Yes. Yes, please. Yes. Yes. Enjoy your breakfast, please. Enjoy the ice. Take it, sir. I will. Kijk eens, Mama Bena. Of, buns, millet songs, eggs, yeah, and Katogo. Katogo. Bananas, beans, groundnut sauce mixed together. Nice decoration. Yeah. You can also put a lot of stuff. Everything can really be used as yeah. Look, the biscuit thing. Oh, the biscuit, yeah. Yeah. Biscuit. Yeah. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise like a rose. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. We zijn het bootje afgegaan en we zijn nu begonnen met een trek die normaal 8 uur duurt. Wij doen hem wat korter. Daar heb je de heuvels van Rwanda liggen, maar wij gaan hier kaarsrecht omhoog door het bos heen. For now you're going to ride. De huizenprijzen in Amsterdam die reizen de pan uit zoals jullie weten. Maar hier in de Oegandese heuvels weten ze ook van wanten. Stukken grond onderaan de heuvels, dicht bij het water, die zijn ontzettend duur volgens de gids. Hier boven op de heuvel is het wat goedkoper, maar dan moet je soms tot wel 2 keer toe een uur lang naar beneden lopen om water te halen. En dan weer omhoog. Er wordt
dat er hier een wedstrijd is dat wie de blanke even kan aantikken. Deze mevrouw. Deze mevrouw is heel ondeugend. Achter mij, Lake Bunyonyi. We hebben hier vanmorgen een kajaktocht gemaakt. Uit het einde van het meer. Teruggehiked over de heuvelrug. Hey! Hey! Ja. En we hoorden dus tijdens de hike vanuit de dalletjes, vanaf de heuvels, hoorden we trommels slaan vanuit de kerken. Helaas is de mis al afgelopen. De dienst, het zijn protestanten. Maar het is wel een mooi geluid. We staan nu in de kerk. We zijn helaas net wat te laat, want het is zondag. Dus we hoorden vanuit de heuvels, vanuit de dallen, hoorden we de trommels luiden. Ze zitten nu aan mijn haar. Wil je een touchje? What do they think of this hair? What? What do they think of this hair? Do they think it's scary or? The hair? No. Funny? They are not used to the brown hair just, yeah. But do they think it's scary as well? Or what do they think of it? It's nice or? Yeah, they think it's nice. That's why people here start even farming here. Okay, okay. They want to grow longer, but they cannot. Yeah. My mother. What's your name? Dia. Dia. Yeah. How are you? Fine. Good. Fine. Let us go. Eh?